Het boek Lianas of the Guyanas, Untangling the Mystery, is gisteren gepresenteerd door het Amazon Conservation Team en de Suriname Conservation Foundation. De presentatie vond plaats in het Surinaams Rumhuis. Het boek is bedoeld om de gemeenschap uitgebreide informatie te geven over verschillende soorten lianen. Dr. Bruce Hoffman, auteur van Lianas of the Guyanas, heeft 20 jaar lang meer dan 1000 soorten lianen bestudeerd. Hoffman legt uit wat zijn inspiratie is geweest om het boek te schrijven. Well, the original inspiration for the book was Fritz van Troon, very well-known person in Suriname. And he had the idea in his head. He's a very excellent botanist in the forest, knowing many tree names and the scientific and the Suriname names and different local names. He even knows trio names for many plants. So he's someone I really admire. And it was his idea that that a book would be made. And so that project began with his idea. Unfortunately, it didn't continue, and so later in later years, I decided, hey, I need this book, not for me, for the world needs to come out eventually. So he provided the inspiration, and I've worked on the book for a number of years. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan Fritz van Troon. Behalve boomkenner is van Troon ook oprichter van het Ethnobotanisch Centrum op Tonka-eiland. Van Troon was zeer ingenomen met het boek. Boomkenner Fritz van Troon gisteren bij de presentatie van het boek Lianas of the Guyanas, Untangling the Mystery. In dit boek is uitgebreide informatie te vinden over de verschillende soorten lianen.